beschikbaar ben. Wacht. Oh. Ja. Nou, dat denk ik al beter. Hallo YouTube. Hallo iedereen. Op deze donderdag 15 augustus 2024. Jullie zagen het misschien al. Sinds vorig weekend, Spurrenkermis, kwamen er 5 dagen lang geen vlogs online. Dit omdat ik op vakantie was in Frankrijk. Mijn excuses daarvoor. Het viel jullie misschien ook op dat er geen Hasselt vlogs online kwamen. Dat ik was aan het chillen in Hasselt na het werk en zo, die vlogs dus. En dat er sinds vandaag weer vlogs online komen op mijn YouTube-kanaal. In deze vlog vertel ik jullie waarom. Jullie zien het waarschijnlijk al. Ik vlog niet meer zittend in een rolstoel. Maar ook momenteel niet rechtstaande zoals ik normaal vlog als ik vlog. Maar gewoon zittend in mijn hocking chair, mijn hobbelstoel. Mijn relaxzetel dus. Dit omdat ik eigenlijk bijna zonder krukken opnieuw kan wandelen op mijn rechtervoet. Maar nog niet helemaal zonder pijn. En niet te lang. Er is een vooruitgang. Maar we gaan even terug naar het spijtige voorval. Vorig weekend op Spurrenkermis, de maandagnacht. En daarvoor ga ik even recht staan. Om te beginnen, jij, die mij toen met die zatte botten, en je val meetrok. Wat geclasseerd wordt als een spijtig voorval. Na het spijtig voorval ben jij waarschijnlijk met een houten kop en een kater opgestaan, of waarschijnlijk niet, wie zal het zeggen? Waarschijnlijk weet je ook niet meer wat er die maandagnacht van Spurrenkermis is gebeurd. En waarschijnlijk was je gewoon aan het feesten, zoals iedereen daar in de tent. Want ja, er was een mooie ambiance met DJ Kurt. En ja, dan ben je aan het feesten. Dat is heel normaal. Daar is dus niks negatiefs over te zeggen. Nee. Over Spurrenkermis en de organisatie en zo kan ik helemaal niets negatiefs zeggen. Daarom dan ook dat ik zeg dat dit voorval wordt geclasseerd als spijtig voorval. En dat er na deze vlog ook niet meer gesproken wordt over dit voorval. Maar Paul, we wijken af.
Jij die met die zatte botten op Spurkermis de maandagnacht mij in je val meetrok, waardoor ik pijn had aan mijn rechtervoet. Ik wil u heel graag bedanken, want dankzij uw zatte kuren liep ik tijdens onze vakantie in Frankrijk 5 dagen. Wacht, ik neem ze er even bij. Liep ik met dit. Met krukken dus. Op onze vakantie in Frankrijk. Of in een rolstoel zittend, afhankelijk van kasteel tot kasteel dat we gingen bezoeken en afhankelijk van wat we gingen doen. Zo kon ik dus mij verplaatsen. Ook had ik verband rond mijn voet. Wacht, ik haal het er even bij. Dit verband had ik rond mijn rechtervoet, met ook van die speciale plakkers op mijn voet, zo om geen pijn te hebben. En daarna ook van die flexiegel, die op de plek waar ik pijn had aan mijn rechtervoet, werd gesmeerd. Nu gaat het, zoals jullie kunnen zien, gelukkig wel een beetje beter. Het gaat vooruit. Er is vooruitgang. En daar ben ik blij om. De spierpijn aan mijn rechtervoet is nog niet helemaal weg. Dus ik moet het nog rustig aandoen. Maar er is gelukkig wel vooruitgang. Maar, en daarvoor pak ik even nog iets erbij. Helaas ga ik die heilige festivalwei van Pukkelpop dit jaar moeten missen wegens geen ticket. Geen ticket dus. Ze waren helaas, maar wacht even. Ik ga even terug zitten, want mijn voet doet een beetje te veel pijn. Ze waren helaas veel te snel uitverkocht dit jaar. En via de omruil van Pukkelpop site meerdere keren geprobeerd. Maar no, nada moppes. Veel fake tickets.
mensen die niet laten verkopen via de officiële manier. Ja, dat wel ja. Maar Pukkelpop 2025. Godverdomme, en sorry dat ik vloek. I will be there. Dat staat al gepland. Vanaf dat de tickets beschikbaar zijn, vlieg ik erop als een kind dat naar de snoepwinkel vliegt. Niets of niemand kan mij dan tegenhouden. Nee, zelfs de prijs niet. Ik laat mij geen twee keer vangen. Normaal gezien, altijd op woensdag doe ik dat. Dus normaal gezien zou ik nu op woensdag mijn tent, slaapzak, kleren en puntje. Enfin, alles om 4 dagen van donderdag tot zondag naar Pukkelpop te gaan, klaar hebben liggen. En zou ik op deze donderdag onderweg zijn naar de heilige wei van Pukkelpop. Om mij eerst op de camping te installeren en daarna op de festivalwei te gaan feesten. Maar zoals bij velen waarschijnlijk het geval is, dit jaar kon ik helaas niet aan een combi-ticket of dagtickets geraken. Wel via de site en zo. Zoals ik al eerder zei, helaas uitgekomen op veel fake mensen. Die ofwel niet officieel via de site wilden verkopen, ofwel afzetters waren en zo. Komt er ook nog bij, en daarom ga ik even terug rechtstaan. Komt er ook nog bij, shout-out naar jou, ja jij, die mij vorig weekend op Spurkermis, de maandagnacht, met je zat te kuren en je val meesleurde. Er niet alleen voor zorgde dat ik op krukken moest lopen, krukken dus, wacht ik toon ze even. Tijdens onze vakantie in Frankrijk, maar dat ik daarna helaas ook niet in het rusthuis in Hasselt kon gaan werken. En dus thuis moest blijven. En dus ook helaas nu niet 4 dagen van vandaag tot zondag naar Pukkelpop kan gaan. Nu ga ik even daarvoor terugzitten, want mijn voet doet een beetje te veel pijn als ik er te lang op steun. Note to myself. In het vervolg, als ik ergens op een evenement, festival, 5 of zo ben, probeer ik om meters ver weg te blijven van zatte mensen. Ook als ze rond mij komen hangen als ik zo daar aanwezig ben, zal ik jullie vragen, zatte mensen,
om eventueel niet aan mij te hangen en eventueel ook van mij weg te blijven. Dit omdat ik erg fragiel ben en ik ook heel snel kan vallen. Dus hopende op begrip hiervoor. Ik zal dus proberen om meters ter weg te blijven van zatte mensen die eventueel aan mij kunnen hangen en mij kunnen doen dwalen. Op die x aantal keren dat ik op Camping Kick in Kortrijk mocht gaan zingen, als uitzondering, dat ik dus niet op Pukkelpop was daardoor, ben ik dus altijd op Pukkelpop geweest. Wat ik dus helaas dit jaar ga moeten missen op Pukkelpop, is de sfeer op de camping. De sfeer op de bus onderweg naar Pukkelpop, als ik bijvoorbeeld ervoor kies om thuis te gaan slapen in Bilze en dan daarna vanuit Hasselt station terug de bus neem naar het festivalterrein of naar de camping. De sfeer op de festivalwei. De sfeer op straat om ontbijt en zo te eten. De randanimatie op de festivalwei. De sfeer op de ondertussen iconische, legendarische Boyroom Party. En puntje. Zoveel meer wat van Pukkelpop maakt. Reken er dus maar op dat ik Pukkelpop 2025, zoals ik al eerder zei, vanaf het eerste moment dat de combi-tickets te koop staan, niet ga wachten tot eventueel alles uitverkocht is, want dit jaar was het helaas zo snel uitverkocht dat ik helaas niet de kans kreeg een ticket te kopen. Maar direct een ticket gaan kopen. Al moet ik daarvoor, zoals mensen die naar Tomorrowland willen gaan, bijvoorbeeld, dit doen, in het hout om de nacht opstaan. En aan mijn pc, iPad, iPhone, puntje, slapen. Alles zal ik doen om een Pukkelpop combi ticket in de pocket te hebben. Voor Pukkelpop 2025, volgend jaar dus. Het maakt mij niet uit of de tickets dan dubbel zo duur zijn als dit jaar het geval is. Het is sowieso al erg voor mij dat ik dit jaar thuis moet blijven tijdens Pukkelpop 2024. Omdat ik niet naar Pukkelpop kan gaan. Ik hoop dan ook dat bands die ik dit jaar graag wou zien op Pukkelpop 2024, maar helaas niet kan zien volgend jaar in 2025 of ooit de beslissing maken om opnieuw op Pukkelpop te spelen, zodat ik ze alsnog kan zien. Dat zou leuk zijn. Want voor zij die zeggen dat dit jaar Pukkelpop een slechte affiche heeft. Dit zijn de bands die ik wou zien dit jaar, als ik dit jaar kon gaan. Die ik dus dit jaar spijtig genoeg niet kan zien. En waarvan ik hoop dat ze ooit nog op Pukkelpop opnieuw spelen. Op donderdag, Portland, Ik Al Idiots, Coalie, Biscuit Park, Brian, Omdat het kan, Sound System en Everett Rob,
Black Box Revelation. Inhalen. Stormzy. Fred Again. The Sweets. Sonrex. Dicken. Dizzy Rascal. Steak. Op zaterdag. Bergen. Sneller. De vaccins. Fucking Molly. Goldband. Charlotte de Witte. Amandra. Squillex. Stikstof. Joyhouder. Amber Bros. Boys Noise. Mount Kimby. Ender Ficari. En dan op zondag. Pommelien Thijs. Mero. Electric Cowboy. The Offspring. Royal Blood. Ramkot. Mo. The Haunted Youth. Rise Against. En Fatal. Eventueel, als er nog zondag tickets zijn, kan ik misschien zondag gaan. Maar de pijn in mijn rechtervoet en hoe het vooruit gaat, zal die beslissing voor mij maken. Dit was mijn vlog, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En hopelijk blijven jullie kijken naar mijn nieuwe vlogs die online komen. Einde vlog. Peace out, mic drop.